Een avontuur in het buitenland blijft voor veruit de meeste mensen bij dromen. De familie Tappel uit Gieten gaat het gewoon doen. Het huis is verkocht en ze vertrekken met het hele gezin in een camper naar Zuid-Europa. Ik heb er enorm veel in. Die meiden zeggen het ook. Dus dat hoop ik ook echt dat dat zo is, maar ik denk het wel. Dus wij zijn er klaar voor ook. Ja. Frankrijk, Portugal of misschien wel Scandinavië. Waar ze belanden weten ze nog niet. Duidelijk is wel dat Daisy en Jeroen klaar zijn met hun oude leven. Zo laat op je werk, de kinderen moesten naar school en sport. En nou ja, alles lag vast en alles moest. En nu hebben we zelf de regie in handen en gaan we het zelf zeg maar, passend maken. Zeg maar, en zelf doen zoals het bij ons past. Een andere manier van leven. Dat betekent ook afscheid nemen van vrienden en familie. Verschrikkelijk, ja. Ik hoop ook echt dat het binnen 4 maanden helemaal gebeurd is. Ja. Dat ze dan echt terug ben. Ja. Ja hoor, ik kan er nog niet echt... Voor die kleinkinderen, voor hun vind ik het nog niet zo erg. Maar voor mijn kleinkinderen, ja, die ga ik echt missen. Kun je dit met z'n allen volhouden? Dat weten we niet. Daar kan ik je misschien over een half jaar of een jaar antwoord op geven. Maar wij denken het wel. Ja, het is inderdaad een kleine ruimte, maar het is wel de bedoeling dat we buiten gaan leven. Dus ik verwacht dat we het prima kunnen. Tijdens de reis gaat het schoolwerk voor de oudste 2 kinderen gewoon door. Ze krijgen les van hun eigen moeder. En wat vind je ervan dat jullie straks met z'n allen dan echt een grote reis gaan maken? Dat weet ik niet. Beetje spannend? Ja. Maar ook leuk? Ja. Heb je angst? Ja, we hebben wel een beetje angst voor bepaalde dingen. Maar ja, je moet ook gaan ervaren. Hè? Dus zoals Daniel Lovis dan zegt, angst is maar voor even, spijt is voor altijd. Dus